In deze tutorial wil ik je laten zien hoe je WDS kan gaan configureren op de MikroTik Access Points. WDS staat voor Wireless Distribution System. En ja, dit gebeurt dus op draadloos vlak. Neem nu aan dat je bijvoorbeeld in een loods zit en we hebben hier een AP geconfigureerd. En deze geeft hier maar dekking tot de groene cirkel. Wat kan je nu doen met WDS? Je kan extra access points gaan plaatsen. We gaan hier één plaatsen. Je kan hier één plaatsen. En hier één bijvoorbeeld. En hier één. En op deze manier kan je de dekking gaan vergroten. En hoef je hier nu netwerkkabels te gebruiken? Bij WDS hoeft dat niet. Waarom? Omdat we volledig gaan werken met het draadloze linken. Goed, oké. Ik heb hier nog een andere tekening die ik je wil tonen. En op deze manier ga ik nog meer gaan uitleggen over WDS. We hebben hier terug de tekening van de loods en ik heb hier extra access points bijgetekend. We zien hier 1, 2, 3 en 4 extra access points. Ik spreek hier van een loods, maar dat kan ook gebruikt worden op een camping, op een jachthaven enzovoort. Wat moet je wel in gedachten houden? Dat WDS de throughput terug halveert. Want de WDS-slaven gaan als repeater gaan werken. En in de vorige tutorial heb ik dat al laten zien. Wat er gebeurt bij een repeater. De throughput wordt naar beneden gehaald. Dit moet je natuurlijk gaan overwegen. Een voordeel is, je hebt hier geen netwerkkabels nodig. Waar moet je nu op letten bij het configureren van WDS? Ieder access point moet op hetzelfde kanaal worden ingesteld. Dit resulteert, indien het niet goed is geconfigureerd, als storende factoren, want de access points gaan elkaar gaan storen. Hoe kan je dat nu gaan vermijden? Wij moeten goede metingen gaan uitvoeren om de dekking, we zien hier nu het access point, geeft deze dekking hier. En wij moeten een ander access point zo dicht mogelijk bij het dekkingsgebied van het access point plaatsen, maar deze mogen het access point hier niet gaan overlappen. Dat gaan we ten zeerste gaan vermijden. Oké, goed, nu we dat weten, gaan we aan de slag en gaan we over tot het configureren van deze WDS-configuratie. Eerst en vooral ga ik beginnen met het configureren van het access point. En dit is hier het access point. En ik ga beginnen vanaf 0. Dit is hier in mijn geval een hub AC. Die is uitgerust met 5 Ethernet poorten en een SFP poort. Maar ik ga juist Ether 1 en WLAN 1 gaan gebruiken. Want ik ga deze configureren als access point. Wat moet ik hiervoor doen? Ik moet dus een bridge gaan aanmaken. En in deze bridge ga ik plaatsen WLAN 1 en Ether 1. Op deze manier gaan we een access point gaan simuleren. Oké, wat moet ik hier nog doen? Op deze bridge ga ik een DHCP client gaan
configureren. Waarom? Omdat ik een IP-adres wil verkrijgen van de router die is verbonden met het internet. Oké, goed. Laten we eerst even kijken hoe je dit moet gaan configureren. Dit is hier de HAP-AC en ik ga hier eerst naar Bridge en ik klik op plus. Bridge, de naam WDS bijvoorbeeld. De naam doet er eigenlijk niet toe, maar het is om het duidelijk te maken. De poort dat ik moet gaan ingeven is Ether 1 en WLAN 1. En dit is hier alles wat ik moet gaan doen bij Bridge Ports. Ik ga nu naar IP, DHCP Client en ik klik op plus. De interface is de Bridge en ik klik gewoon op OK. En ik ga deze gaan inschakelen. En ik heb hier een IP-adres verkregen. Goed, oké. Wat moet ik nu doen? Ik moet de draadloze interface gaan configureren. Dus ik klik op wireless en ik begin met een security profile. Dus ik klik op plus. Profile WDS bijvoorbeeld. Mode dynamic. En ik ga hier WPA 2 preset key. En ik ga hier gewoon een sleutel ingeven. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goed. Apply. Oké. Okay. En nu gaan we naar de Wi-Fi interfaces. Ik ga hier juist werken met de WLAN 1. Dus ik ga dubbelklikken. Ik ga deze dus gaan instellen als AP Bridge. De SSID WDS test. En ik ga hier naar Advanced Mode. Country is bij mij hier België. En ik moet hier de Security Profile, Profile WDS gaan selecteren. En ik ga hier als frequentie, ik ga kanaal 6 gaan gebruiken. En dit is alles wat ik hier ga doen. Dus ik klik op Apply. Wat moeten we nu doen? Wij moeten het access point in WDS modus zetten. Dus ik klik hier op WDS. WDS mode selecteer ik dynamisch, want dit gaat ervoor zorgen dat alles automatisch wordt aangemaakt. En WDS default bridge is onze bridge die ik heb aangemaakt. En dit is alles wat je op het access point moet gaan instellen. Dus ons access point is geconfigureerd om als WDS master te gaan gebruiken. Nu we dit access point hebben geconfigureerd, gaan we eerst even tot controle over. Ik ga eerst en vooral even kijken of het Rapid Spanning Tree protocol is geactiveerd, want dit moet gebeuren, anders krijg je loops in je netwerk. Dus we gaan naar Bridge. Ik dubbelklik op Bridge WDS. En we zien op het Spanning Tree protocol is het Rapid Spanning Tree protocol geactiveerd. Dit gebeurt normaal bij default, maar dit controleer je het best. Oké, wat wil ik je hier nog meegeven? Als we naar wireless gaan en ik dubbelklik op WLAN 1 en we gaan naar High Throughput, zie je dat dit access point is uitgerust met radio's met 3 chains. Indien je nu WDS gaat gaan configureren met eenzelfde access point, is dat goed, maar
Ik ga nu gebruik maken van de mini-AP. En deze is uitgerust met een radio met twee chains. Wat kan je nu doen? Ik ga de derde chain gaan uitschakelen. Op deze manier wordt het access point en de WDS-slave hetzelfde. Dit moet je ook wel gaan opletten, want dit kan ook problemen geven. We gaan nu over tot het configureren van de WDS-slave. Nu ik het access point heb geconfigureerd, we zien hier, deze zendt WDS-test uit, is verbonden met de router en we hebben hier het access point heeft een IP-adres verkregen. Er is dus internettoegang. En nu ga ik de WDS-slave gaan configureren. En dit is eigenlijk dezelfde werkwijze dan het access point. Dus ik moet terug een bridge aanmaken. En op deze bridge ga ik plaatsen WLAN 1 en Ether 1. Op deze bridge ga ik ook een DHCP client gaan configureren, want ik wil dat ik een IP-adres verkrijg van deze router hier, want de mini-AP in dit geval hier gaat een verbinding gaan maken met het access point. En het access point staat in verbinding met de DHCP-server van deze router. Oké, laat ons overgaan tot het configureren van de WDS-slave. Dit is de mini-AP en ik heb deze gereset zonder default-configuratie. En ik heb deze de naam WDS-slave1 gegeven. En nu gaan we beginnen met de configuratie. Dus ik ga naar Bridge en ik klik op plus. De Bridge, de naam Bridge WDS. De naam doet er niet toe. Ik ga naar Poort en ik plaats WLAN 1 en Ether 1 in deze Bridge. Ether 1. Wat moet ik nu doen? Ik ga even naar Bridge, dubbelklik en ik controleer of het Rapid Spanning Tree protocol is geactiveerd. Dus oké. Okay. Goed, wat moet ik nu doen? Ik ga naar IP DHCP client en ik activeer de DHCP client op de Bridge WDS. En ik klik op OK. Ik ga deze inschakelen. Maar we zien hier uiteraard nog geen IP-adres tevoorschijn komen, want wij hebben nog geen verbinding gemaakt naar het access point toe. Hiervoor gaan we nu naar de draadloze interface en daar gaan we de configuratie gaan verder zetten. Ik ga naar Wireless en Security Profile en ik klik op plus. De profile ga ik Profile WDS gaan noemen en ik ga hiervoor Dynamic Keys. WPA2 Pre-Shared Key geef ik hier de sleutel in en dat is dezelfde sleutel die ik heb ingegeven bij het access point. Oké, en ik klik op oké. We gaan verder naar Wi-Fi interface en ik dubbelklik op WLAN 1. Bij wireless ga ik voor WDS slave. Wat moet ik hier ingeven? Wij moeten dezelfde kanaalkeuze nemen wat we in het access point hebben geconfigureerd. Dus dat was kanaal 6.
SSID is WDS test. Zo. Wireless protocol moeten we niet aankomen. Security profile is profile WDS. En wat ga ik hier doen? Bij country ga ik België gaan ingeven. Goed, ik klik op apply. Wat moet ik nog doen? Wij gaan nu hier naar WDS. WDS mode is dynamic. WDS default Brits is Brits WDS. En ik klik op apply terug. En we gaan terug naar wireless. Goed, ik zie hier disabled staan. We gaan deze gaan inschakelen. En we gaan even kijken wat er gebeurt. Zo. Running AP. En als we goed kijken naar Brits ports, zien we dat de WDS1 automatisch is toegevoegd hier in deze Brits. Geloof het of niet, maar de configuratie van de eerste WDS-sleeve is uitgevoerd. Nu ga ik toch even gaan controleren. Want wij moeten hier nu een IP-adres hebben verkregen van de router. Maar laat ons eerst even overgaan naar de tekening, want ik wil je hier dit gaan verduidelijken. Dit is nu de tekening. Dit is het access point. En het access point is verbonden met een router. Deze router geeft als IP 172.16.1.1. Dus dit is ons privé-netwerk. Dit wil dus zeggen dat ons access point en de WDS-slave een IP-adres moeten krijgen in deze IP-range. 172.16.1... En wij moeten hier internet toegang hebben, want deze router is dus uitgerust met internet. Oké, laat ons eerst even kijken, want ik heb hier ook mijn PC aangesloten op een netwerkkabel. Hier is mijn PC aangesloten en ik moet dan ook een IP-adres verkrijgen in deze IP-range. Goed, laat ons eerst even gaan naar de mini-AP en dan gaan we het een en ander gaan checken. Dit is de mini-AP en het eerste wat ik ga doen is naar IP, DHCP client. En nu hebben we hier een IP-adres verkregen, 172.16.1.252. Oké, wat ga ik hier nu doen? Ik ga naar New Terminal. En ik ga pingen naar google.com. En ik heb een ping reply. Wat wil zeggen van oké, je bent verbonden met het internet. Goed, laat ons nog even dieper graven. We gaan naar New Winbox. En we zien hier twee IP-adressen. Deze van de WDS slave 1 en van het access point. We gaan even inloggen. En als ik naar IP, DHCP client ga, heb ik inderdaad een IP-adres gekregen, 172.16.1.254. Goed. Wat gaan we nu doen? We gaan even de DOS-prompt erbij halen. En ik ga gewoon ping. Eerst en vooral ipconfig al. En we gaan eerst even kijken naar het IP-adres. En wat zien we? Hier, IP-adres is 172.16.1.251.
Default Gateway, dus de router, is 172.16.1.1. Dat is in orde. En we gaan even pingen. Google.com. En we hebben een ping reply. Wat wil zeggen dat onze WDS-configuratie is geslaagd. Oké, laat ons nu eerst even overgaan. We gaan hier nu even de netwerkkabel eruit halen. En ik ga nu even pingen. Oké, goed. We gaan nu een draadloze verbinding gaan realiseren. Op de mini-AP. Dus op de slave. Laat ons even kijken. Al de testen die ik heb uitgevoerd, heb ik via de netwerkkabel uitgevoerd. Maar nu ga ik de netwerkkabel gaan uitpluggen en ik ga dus draadloos gaan verbinden op de mini-AP. Dus op de WDS slave 1. Oké, laat ons dit even gaan bewerkstelligen. We gaan naar de PC en we gaan hierbij wireless verbinden met de WDS-test. Automatisch verbinding maken en we zien we zijn verbonden. Als we nu even kijken naar de mini-AP, dus WDS-slave 1. En ik ga naar wireless, registration, zien we hier het MAC-adres. Dit is hier de verbinding met mijn PC. En als we even de DOS-prompt erbij halen, ipconfig, al, zien we wireless LAN. En deze is hier verbonden. En hier zie je het MAC-adres. Zie je? Zo. Dus dit is een bewijs dat ik toch wel degelijk ben verbonden met de WDS slave. Goed, we gaan hier even gaan pingen. Ik ga terug de DOS-prompt erbij halen. Ping. Google.com. En ik heb een internetverbinding. Oké. Nu we deze testen hebben uitgevoerd, ga ik de tutorial stoppen, maar ik ga nu eerst en vooral nog even een tweede mini-AP gaan configureren als WDS slave 2. Oké, ik ga daar niet veel commentaar over geven, maar dan zie je dit nog even extra. Dit is de tweede mini-AP en ik ga naar System. Identity en ik ga hier WDS slave 2. En zo wordt alles duidelijk. Goed, oké. Wat ga ik doen? Ik ga dus een Brits aanmaken. En de naam doet er niet toe. WDS. Ik plaats hier terug de poorten in. Dus Ether 1 en WLAN 1. En ik verlies hier terug mijn verbinding. Dus ik ga terug WLAN 1 selecteren. Goed, wat moet ik hier doen? We gaan even bij Brits gaan kijken naar het Spanning Tree protocol. Dat is in orde. Wat gaan we nu doen? We gaan naar de wireless interface. En ik ga dat hier toch wel iets vergroten. Ik ga hier eerst en vooral een security profile gaan aanmaken. Profile WDS. Dynamic keys. WPA. Preset key. En ik ga hier 1234578 gaan ingeven. Apply, oké. Ik ga naar wireless. Bij wireless mode gaan we voor WDS slave.
Wij moeten hier kanaal 6 hebben en de SSID is WDS test security profile is profile WDS country België en is alles wat wij hier moeten ingeven. Apply en nu gaan we naar WDS. WDS mode dynamic. WDS Bridge is Bridge WDS. Apply en OK. En nu gaan we deze gaan inschakelen. Search for network running API. Goed, OK. Dit was nu eigenlijk de WDS configuratie. Wat gaan we nu nog even doen? We gaan naar New Terminal. En ik ben iets vergeten. Wij moeten eerst en vooral naar IP DHCP client. En ik ga op de bridge hier de DHCP client instellen. En als alles goed is, moeten wij hier een IP adres ontvangen onder 72.16.1 puntje puntje puntje. Dus ik klik op OK. En ik ga deze activeren. En zie hier, wij hebben een IP-adres van 172.16.1.2.49. Goed. Dus we gaan even naar New Terminal. Ping. Google.com. En we hebben een ping reply. Wil dus zeggen, onze WDS-configuratie is geslaagd. En als we nu even kijken in de bridge port, zijn deze twee, WDS1 en WDS2, ook in deze bridge geplaatst. Oké, ik hoop dat deze tutorial informatief genoeg was en hopelijk kun je nu aan de slag met WDS. Dank u en tot de volgende tutorial.